Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprite. Bij een allerlaatste aflevering van de Pokémon Glowing Garden Shiny Cage Lock met Sander van Gaming SB. Hij heeft zijn laatste intro momentje van de serie. Ja. En daar zijn we dan. Ja, hij is er. Daar is hij. Ja, hij is er inderdaad. De vorige aflevering, de ene laatste aflevering om precies te zijn, gebeurde er iets. Ja. Namelijk mijn Grumpig werd heel hard genaaid door Destiny Bond. En daardoor ben ik in ieder geval één Pokémon lichter tegen de Cage Match aan het einde van deze aflevering. Sander staat nog steeds stil, ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Maar wie weet, hè? Je weet niet wat er nog gaat gebeuren. Nee, dat weet ik inderdaad niet. Misschien gaat er bij mij ook wel zo'n mannengie dood. IJs, oh ja. Don't get my hopes up. Ik heb wel geluk met de IJs, dat ga ik eerlijk toegeven. Ik heb natuurlijk die Aeron. Ja, je hebt een Crobat, die zou ik gebruiken. Ik heb natuurlijk Aeron, dus die is natuurlijk super effectief. Met zowel zijn Rock als een... Ice baby? Nee, met zowel Rock als... Oh, je gaat niet eens... Oh, nee, je glijdt niet. Een Glalie. Ik heb jouw ding nog helemaal niet. Ik heb hem wel gedeeld. Ja, nee, dat klopt. Maar ik heb gewoon dom gedaan. Oh, dit jij... We zouden zonder dom doen deze keer, hè? Oké. Okay. Ik dacht pas bij de cage match zonder dom, maar al direct. Oké. Okay. Ja. Oh, meteen gefrozen! Wat? Dat is heel kut. Oh, jij hebt een fire type, dat scheelt wel. Ja. Nou ja, niet tegen de frozen blijkbaar, maar... Wat ook raar is overigens, maar het zal wel. Ja. Gaan we unfrozenen? Maat, wat is dit voor een dievenzooi? Pokémon, Glowing Garnet. Zou deze Glalie shiny zijn? Want je kan het namelijk niet zien en tegenwoordig is dat genoeg. Ja, tegenwoordig zie je sowieso niet echt goed het verschil meer tussen echte shinies en nep shinies. Sorry. Heel flauw. Oh, ja, maar dat bedoelde ik ook met mijn opmerking. Ja, nee. Oh. Ik wist het niet zeker. Maar. Mm-hmm. Als je nou denkt, Sander, ik wil context. Of Sander en Milan trouwens. Dan kan dat op Jordi's kanaal. Als het goed is. De subpark. Dat is heel stupid van hem. Snap je hem? Nee? Als in heel erg dom. Oh, wauw. Oké. Wauw, Sandring. Hij was dus niet grappig, oké? Okay? Nee, genoteerd. Kut. Een Weavile. Maar ik weet niet eens wat voor Weavile dit is. Dat vind ik heel kut. Oh, nee, dat is wel kut, ja. Hij is ice. Ik denk ook dat hij fire is. Ik denk dat hij ice fire is als ik naar zijn buitenkant kijk. Ja, maar hij is ook... Ja, en ik weet niet wat hij deed op mijn berg. Dat het zoveel deed. Toen was ik net niet aan het opletten. Tip. Kut. Doe wel opletten. Ja. Ik denk dat ik een Pokémonnetje ga verliezen hier. Oh. Fireblast, kutzooi. Ik zei al tegen je, Fire Eyes. Ja. Je zei het. Oké, maar als hij fire doet... Ja, als hij ice doet, hè, dan ben ik wel echt genaaid. Waarom? Omdat je normal bent? Nee, want dan zou ik switchen naar... Ik zat te denken om te switchen naar mijn enige fire resistance, oftewel... Oh. Mijn Mr. Dragoon. Ja, dat zou ze niet doen, nee. Dizzy Punch kan wel confusionen. Hè?
of Hypnose. Maar Hypnose heeft 50% kans. Oh, dit was niet slecht voor mij. Werkt. Ik ga denk ik toch gewoon voor Disappearance Freeze in. Oh, voel je dit? Hoe lucky ben ik? What the frick? Blizzard, oeh, dat is sterk. Oh, Occult gaat niet dood. Dat scheelt. Heel stopt. Oké, maar dat doet dus niks. Dit is van een Blizzard. Ik weet niet hoe goed Freeze in is. Dat vind ik kut. Is Freeze in? Ik ga het opzoeken, sorry. Dan duurt het maar even. Maar ik wil niet dood eigenlijk. Freeze in. Ja. Oh, move. De Pokémon move. Het was toch freeze in of zo? Stond er. Of stond er freeze dry? Nee, freeze in denk ik. En dat is gewoon 100% frozen of zo. Kan dat? Oh nee. Ja, maar ik kan hem dus niet vinden. Oh. De freeze in? Maar dat is... Nee. Maat, ben ik hier niet geconfused? Oké. Hé? Ik kan het niet vinden. Oké, Fireblast, dat zou ik kunnen killen. Dat is kut. Burnt en heel, ik ga dood. Of is de heel gestopt? Nee, ik ga dood door de burn. Heel kut dit. Pun not intended. Wat? Heel kut. Nee? Want? Waarom is dat een pun? Vanwege de heel? Oh. Dezelfde pun als die jij net maakte. Ik zat op de kut te letten. Ja, nee, ik zat op de kut te letten. Was mijn berg eerst? Dat weet ik niet meer. Nee, ik moet summary. Even kijken. Ik denk... Dat David eerst is, dat hoop ik. En anders dan heb ik mezelf in die spreekwoordelijke vingertjes gesneden. Altijd die spreekwoordige vingertjes, hè? Ik haat dat als ze dat doen, hè. Ik hoop nog steeds dat ik... GG, Milan. Oh, ik overleefde. Altijd die paniek. God voor de... Ja, maar jij hebt full restores, hè? Ja, maar... De restore je zeg maar full. Ja, dat is waar, maar... Je hebt er ook 30. Dat weet ik. Maar dan mag die wel een damage... Dan moet ik hopen dat die de Blizzard mist. Dat kan natuurlijk. Freeze in, wat... Deze... Ja, dat is 100% frozen. Zeg maar, nou, het is zeg maar stunspoor, maar dan voor ja, freeze. Het is full heal. Oké, maar ik denk dat freeze in dus een lage accuracy heeft. Denk het niet. Ik hoop dat hij het doet en dat hij gewoon even mist. Mag ik dit speeluppen? Dit is echt een kutbattle. Godverdomme. Ik kan ook niet opzoeken hoeveel pp die heeft, want ik kan de move niet vinden. Nee, hij bestaat ook niet in het echt. Oh, dat is het. Lizard, ja. Oh ja, als hij crit, hè. Oké, gelukkig. Oké, dan gaan we weer slowing down. Yelling Timber, nee, is wat anders. Hé, nu is het wel weer 5 tegen 5. Dat is waar. Mits niet nog meer Pokémon doodgaan. Shadow Ball, hoeveel doet dat? Hoezo doet dat zoveel? Ik snap dat het resist en zo, maar Aaron moet toch... Of dat het niet resist, maar Aaron is toch bulky motherfucker? Ja, maar hij is volgens mij physical bulky. Of niet?
Of is hij special bulky? Ik weet het niet eens. Ik dacht beide, maar... Nee, zie je? Hij is special, helemaal niet bulky. Dit is heel kut. God voor de tyfus. Ja, moet ik nu veel storen? In principe 72. In principe overleef ik dat, maar ja. Een crit. Als ik nu ga stallen, dan lok ik de crit wel heel erg uit. Aggron is waarschijnlijk niet sneller. Ofwel, ja, weet ik niet. Nee. Godverdomme, waarom maken ze het me zo moeilijk? Ja, de rest is gewoon kut tegen ik denk omdat jij zei van... ik heb hartstikke geluk met ijs. Ja, heb je in iemand die bite kan of zo? Of crunch kan? Ja, mijn bug steel type. Ja, maar je bent ook steel. Eén ice type en hij is dood, zeg maar. Maar je bent steel. Ja, wat zou dat... Zijn special defense is nog lager. HP is wel hoog. Maar Shadow Ball heeft waarschijnlijk een special defense drop gedaan bij hem. Ja, of je moet tsunami zeggen. Godverdomme, ik denk dat ik ga verliezen. Ja, met Timmy kan ik niet verliezen. Ik heb wel Swarm. X-Sorce wel super effective omdat hij ghost is. Ja, en ook step, dus. Ja, en Swarm boosted. Want hij gaat me nu killen. Oh ja, maar dan moet ik wel eerst zijn. Godver, daar had ik niet over nagedacht. Fuck. Meer dan de helft wel. Ja, ben ik eerder? Ja, dat weet ik niet. Ja, en als je eerder bent, wanneer kill je hem dan? Dat is ook nog de vraag. Maar als ik als ik hem ga stallen, dan stal ik hem uit. En dan heeft hij een paar special defense drops en dan ben ik ook dood. Hij kan niet missen. Ja, of ik moet sand attack doen, maar dat kost me dus weer een... Vraag ja, je, ze lacht wel, maar ik vind het helemaal niet grappig. Vraag je, hè? Jij zegt van dan heeft hij special defense droep, maar als jij hem stalt totdat je wel kan aanvallen, hè? Dan doe je toch X-Sizzle en dat is physical. Dus dan heeft hij niks aan die special defense. Nee, maar hij gaat mijn special defense omlaag doen. Oh, dus nu doet hij 84, ja, maar dan gaat hij special defense drop doen. En dan doet hij straks meer dan 84. Ja, dat is wel kut. Waardoor ik alleen maar verder in de panage kom. Ik moet dit doen in de hoop dat ze weer dat gaat doen. Maar ik ben ook psychic type, dus ik weet helemaal niet wat ik hiermee wil gaan bereiken. Ja, vrij weinig ben ik bang. Hoe had je overleefd? Het feit dat ik het overleef is al bijzonder. Ik weet ook niet wat ik hiermee wil bereiken eigenlijk. Nee, ik weet niet. Wacht, nu gaat hij een ice attack doen. Ice is special ook. Ja, daar heb ik ook niks aan. Dat is super. Ja, hij is weak tegen. Ja. Dat heb ik ook een kut team eigenlijk. Gefeest. Ik had het niet moeten jinxen. Kunnen we hem opnieuw opnemen? Dan heb ik tenminste mijn intro momentje niet. Want dat is nu nog beschamender. Ik ben wel eerst waarschijnlijk. Maar ja, dat heeft niet zoveel zin. Ja, maar als je hem nu full restored, hè, want jij overleeft er wel eentje. Ja. Blizzard kan wel missen.
Blizzard kan ik stallen totdat hij mist. Dus dat is... Eigenlijk is dit wel gunstig. Blizzard kan missen. Hij heeft geen heal gedaan, dus... Oké, ik heb weer hoop. Kut. Hij doet nu wel meer dan zo net. Hé, ik zei het nog. Er kan nog van alles gebeuren. Mis nou een keer. Was dat een crit? Oké, ik overleef een crit. Dat is op zich wel fijn om te weten. Maar je mag ook wel missen. Je mist letterlijk... De kans dat hij mist is lager dan dat hij crit. En dan crit hij me. Hoezo? Frostless is ook veel te goed. Ja, what the fuck? Ja, ik moet Dragon Pulsen. Dat is de enige oplossing die ik heb. Captive? Wat is dat? Special defense. Ja, Dragon Pulse. Oh ja, dat is op zich niet erg. Dat is op zich niet erg. Zolang we maar geen speed tie hebben. Wat? Was het zo net een crit? Oh nee, hij heeft special attack drop gedaan. Dat was niet erg, maar nu natuurlijk wel. Godverdomme. Heel? Oké, dan heb ik hem dood. Dat is op zich wel fijn. Is dit een verkeerd moment om te zeggen dat hij 2 Frostlass heeft? Frostless avoided! Oh god. En hij heeft 2. Nou ja, liever nu dan dat ik er zelf achter was gekomen. Please kill. Oh. Oh. Ja, maar... nee, want het ding is al gedamaged shaker. Ik wou zeggen, ik kan nu wel naar mijn bug type toe, maar die is al gedamaged. Ja, dat is heel kut. Ik moet sowieso switchen. Want ik heb geen dinges meer. Ja, of ja, misschien dat Psychic wel genoeg doet. Wacht, ik moet summary. Zijn attack en rock. Net. Ja, dan ga ik voor Iron Head. Ah, maar die moet ik ook restoren. Dit is echt... Ligt het aan mij of is dit echt voor mij gewoon echt een moeilijke battle? Het is voor jou ook een moeilijke battle, Sander. Ik voel me heel dom op het moment. De heal is up. Dus de... De Blizzard kan... niet messen. Dat is heel kut voor mij. Oh ja, hij doet Shadow Ball natuurlijk. Hopelijk heeft hij slechtere stats. Nee. Ja, dit is heel kut. Hoeveel Shadow Ball? Oh ja, mijn Shadow... Ah, ik wil Shadow Balls. Wel... Ja, stel al zou ik het... Ik zou het in principe kunnen hoor, maar... Dan heb ik daarna geen Full Restores meer over. En... Ik kan uit Tsunami die resist dingetje omdat die bug is. Denk ik. Neem ik aan dat, dat bug ghost resist eventjes. Ik weet dat niet zeker. Maar... Misschien. Speed, dat is ook best laag. Oké, David outspeeden, die is
63 Pro Bad Outspeed sowieso. Lol. Nu hoor ik wel heel goed dat jij je waaier aan hebt staan. Omdat als jij stopt met praten, dan is het opeens helemaal stil. Oh, moet ik hem uitzetten? Maakt niet uit. Mensen, hij heeft een waaier aan staan. Dan weten ze ook waar ze dan naartoe zijn. Het is warm, oké? Okay? Ja, ik denk dat ik gewoon weer naar David nu moet switchen. Oh nee, want die heeft geen Dragon Pulses meer. En dinges kan hij missen. En Dragon Pulse is ook super effective trouwens. Ik ga heel risky doen. Risky hit for the biscuit. Als deze doodgaat, dan ben ik fucked. Captive. En dat hit niet. Daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Acrobatics, want ik heb geen item. Please. Oh nee, resist. Ik ben de domste persoon op aarde. Hoezo? Oh nee, resist niet. Resist niet? Nee, ik ben niet de domste persoon op aarde. Oh, toxic. Dat is kut. Oké, ik was eerst. Ik had ook bite. Waarom deed... Nou ja, ik denk dat stab wel beter is dan... Oh, hij stuurt. Super effective in dit geval. Oké. Een Walrein. Oh, kut. Dat moet je weten. Nee. Ja, dan moet ik gewoon met berg. Ondanks dat het wel... Is Walrein... Walrein physical? Wacht, ik ga even kijken. Dat denk ik wel. Denk ik wel. Trouwens... Nee, maar dat denk ik wel. Voel zegt deze man is physical dat... build. Of physical... physical attack. Build. Oh. Nee, ik denk dat hij... Ik denk dat hij... Oh ja, hij doet Ice Ball. Hè. Dat is zijn signature move, maar dat is wel een beetje zijn move. Ja, precies. Empoleon. Blizzard. Oké, maar dat... Ja, dat is wel special natuurlijk. Not very effective. En kijk dan hoeveel dat doet, joh. Dat is toch niet normaal meer. Dat is niet normaal meer. Dat is wat Mark Evans zou zeggen. Dat is wel wat ik... wat ik je vertel. Miss? Hoezo mist Blizzard nooit als hij Blizzard doet? Is Blizzard echt zo... Omdat het een heel is? Nee, het is geen heel meer als het goed is. 70%. Oh, ja, ik ga stallen totdat... Oh, als hij nu heel doet en daarna Blizzard, dan ben ik wel... Fucked. Hij doet nu al steeds... Oké. Okay. Dit is een low roll. Het was wel heel... Oké, okay, het was wel heel. Ik kan niet goed kijken. Iron Head. Oké. Okay. Super effective, hoppatee. Godverdictieve. Niet super... Oh, steel resist. Water natuurlijk, dat is hartstikke dom, dat had ik echt wel kunnen weten. Dat is best wel logisch op zich. Ja. Oh, maar Genesect? Wat? Welke type is Genesect? Hij is bug, maar verder weet ik het eigenlijk niet. Bug Psychic, toch? Oh, dat ligt er natuurlijk zeker aan wat voor Disky je heeft. Ja. Nee, ik denk zo'n compacte. Denk ik. Zo'n compacte. Dat vond ik nog wel grappig. Ja, dat denk ik. De heel stopt ook niet, oké. Okay. We doen zonder heel stop. Oh, zonder heel stop. We stoppen maar een beetje. Swagger. Wacht, full. Kijk, aan de ene kant full restore hield wel mijn
mijn ding is. Mijn confusion. Maar als ik mezelf nu hit, dan ben ik echt dood. Maar ja, ga ik hiervoor een full restore? Ook geen full, joh. Ik heb er nog maar 13, hè. Ik heb ijs onderschat, hoor. Ik dacht, ah, Berg kan dit wel doen, want Berg is met zijn beide types super effective op ijs. Nou, maat, hoezo kan deze opeens sludgebom? Wat? En ook nog een crit. Ice Fang, oké. Okay. Please, niet frozen. Heel stopt. Ja, Iron Head. Ik ben nu wel... Hoe ben ik dan... Ja, oké, okay, Aaron is ook wel slow. Kan hij alle moves of zo? What the fuck? Warrain is dood. Sorry hè, dat ik zo blij ben, maar... Dit is een big deal voor mij. Nu nog Mega Glalie. Wat? Nu nog Mega Glalie. Is die ook dark? Denk alleen ijs, maar als jij het zegt, zou ik best kunnen. Ik ga het opzoeken. Maar ik heb het gevoel alsof deze Genesect alle types is. Stellar. Stellar type. Dat bedoel ik, ja. Nou, hij is trouwens alleen maar ijs, inderdaad. Ja, ik ben wel bang voor een Mega Glalie eigenlijk. Heelt het? Oh, ik denk dat die dingen daarachter aangeven dat het heelt. Oké. Ik ga iets zoeken. Hoeveel kilogram is die? Mega Glalie is 350 kilogram. Oh, dan is Aggron sowieso niet veel zwaarder. 306, hij is wel zwaarder, maar... Het gaat om de kilograms die hij zwaarder is. Dus... En hij gaat eerst Mega Evolve, hè? En dan pas gaat mijn attack door. Ja. Of gaat dat op speed? Weer een crit, dat is al de tweede crit, hè? Wat een bullshit. Oh, als ik mezelf nu hit, is Groudon ook dood. Oh. Oh nee, maar ja, want Timmy is niet super effectief. Aggron, you did a great job. Ik ga je missen. Hij gaat sowieso dood aan een mega. Als de rest al hem al killt. Ja. Oh, Aggron, dankjewel. Kabooming. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik stond echt wel klaar om mijn gedachten te zeggen van Aggron. Ik moet hem niet steeds Aggron noemen. Nu komt er nog kuttere battle. Alhoewel, ik heb natuurlijk wel... De enige die echt zwak is, is Latios. En de rest is allemaal gewoon... Ja, gewone damage, zeg maar. Vijftig. Ja, dan ga ik twee super potions. Dan is dat klaar. Oh, dan ben jij straks weer aan het wachten, zoals gewoon. Ja, als ik niet wide out, hè. Wacht, is er nog een Pokémon dood gegaan? Ja, Martiana. En ik hit mezelf alleen maar in Confusion de hele tijd. God. Daar moet ik ook nog tegen. Wat doen we eigenlijk als we widen? Nou, als ik hier helemaal wide, zeg maar. En jij ook. Als jij hem haalt, zeg maar, dan heb jij de cage match gewonnen. Als jij hier ook wide, dan is het gewoon klaar. Maar dan is het op cage punten, of is het gewoon... Ja, dat...
lame als ik zo win. Maar... Sorry, wat zei je? Ik zei, nee, dat is wel lame als ik zo win, maar ik ben gewoon benieuwd of ik dan win. Als jij hem helemaal haalt, dan heb jij gewonnen. Als jij deze battle haalt, heb jij gewonnen. Ja. Alleen als jij bij Drayden afgaat, dan heb ik gewonnen. Oh, nu je het zegt. Ik moet wel... PP Max, nee, Ever. Wow, stop nou eens even met Drayden zei, bedacht ik me dat mijn Drayden Pulse op was. Dat kan mij namelijk behoorlijk helpen, ondanks dat hij zelf ook zwak is tegen Dragon, maar goed. Ik weet niet of ik dat ga halen hoor. Ja, wat hij is? Is hij nou echt stellar type? Nou, geen idee. Ik ben er nog niet achter. Hij heeft 4 verschillende soorten... moves. Attacks. Ja. Waarom deed ik Crobat? Is Altaria de... Mega? Nee, toch? Nee. Want ze eindigen altijd met een Mega. Oh, oké. Okay. Ja. Dat wist ik. Perishon. In principe maakt het niet uit, want ik kan gewoon switchen, toch? Ja, je kan gewoon switchen. Ja, want straks gaat die Altaria dood, ga ik switchen. Kabooming, zeggen ze dan. In dat zeggen ze wel eens, ja. Ground, ja, water is wel super effective. Ja, en dan kan ik haast beter Dragon doen. Ik denk wel dat ik outspeed. Dus op zich, ik ga gewoon Dragon Pulse doen. Dat is wel kip, toch? Of denk je van... Nevermind. Maakt niet uit. Easy winning. Ja. Goed, oh, jee, ik heb Steven verslagen. Dat wordt ook nog een dingetje voor mij. Straks. Ik denk haast dat David wel de play is. Ondanks dat hij weak is. Je hebt het wel gehaald. Dat is erg fijn. Met maar liefst 2 Pokémon over. Hé, ik moet hem ook nog doen, hè? Ik bedoel, nee, het lijkt me allemaal niet zo rooskleurig, maar... Ik moet hem ook nog doen. Je weet niet wat er gaat komen. Dat is zeker waar. Bij mij. Ik bedoel, ik had net al moeite met Glacia, ja. Dus... Een fucking... mythical... Genesect. Ik weet niet of ik dat aan kan. Die stellar type is ook nog. Ja, tenminste. Ik ben er niet achter gekomen wat voor type hij wel is. Dan een stellar type. Hé, ze hebben ook freeze-in bedacht, dus... Kan allemaal. Oh, dit was dom. De croissant! Ja, want nu is hij sneller. Ja, dit is sneller, toch? Oh. Ja. Dan moet hij wel in 1 keer killen. Okay. Easy win, Sander. Kijk, dit was een walk in the park voor jou. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Ik had David eigenlijk durfde ik amper in te zetten, want ik denk... Oh, die man... ja... Wil je me helpen met Drake of zeg je... Nee, ik ga tactisch doen. Met Steven bedoel je? Of met Steven, ja. Ja, nee, tuurlijk wil ik je helpen. Weet je met wie die begint? Oh, fuck. Even denken. Ja, wacht, dat weet ik wel. Skarmory. Skarmory. Heb je een rokaanval op Aggron? Ja, alleen wel 90%. Dus. Ja. Maar Skarmory is wel physical, dus op zich... Durf ik dat wel aan? Zei hij heel twijfelig. Klinkt niet alsof je het aandurft, Sander. Klinkt niet zo. Ik ben wel oprecht, denk ik, alleen mijn slechtste Pokémon tot nu toe verloren. Ja, dus... dat probleem had ik niet. Nee. Oh, ik ben bang.
Ja, Steven, don't. Kom op, ik wil gewoon verder. Schiet even op. Ik ben bang, oké, okay, dat ik het ga verliezen. Als ik deze verlies, dan heb je wel gewonnen, hoor. Dank je. Vind ik. Misschien qua punten niet, maar ik vind dan dat je gewonnen hebt. Nou ja, jij hebt geen Pokémon meer over voor een cage match. Ja. Dus dan ja. Win ik hem en dan heb ik 3 punten erbij, heb ik gewonnen. Precies, Rock Slide. 90% baby! Oh, Spikes, dat is wel kut. Ja, daar had ik ook heel erg veel last van, die Spikes, maar ja, hit wel. Oeh. Wat? Het was het ook niet super effective? Rock, resist yes. Steel Rock. Dat zou ook echt wel weer kut zijn, ja. Dan ga ik ook niet zeiken. Oh, omdat ik flying ben. Oh, dan heb ik denk ik oprecht... Ik heb geen Iver gedaan. Ik ben fucking dom. Nou ja, dan hopen. Oh ja, dat is not... Is dat not very effective? Wacht. Ik zeg wel, oh ja, maar ik ben nu aan het... Je bent staal. Stalig ben jij. Oh, Dragon Root? Sis Steel? Steel Resist Dragon, ja. Als je dat bedoelde. Ja, sorry, dat bedoel ik. Surf is neutral, toch? Ja, want staal, ja. Ja. Dus dan ga ik dat proberen. Ja, oké. Okay. Ik ben wel poisoned. Was ik badly poisoned? Ja, je bent getoxic. Oké. Okay. En Polion, wat moet ik daar nou weer tegen doen? Psychic. Nou, ja, dat resist, hè? Zal ik eerst Full Restore? Ja. Hij doet waarschijnlijk ook niet zoveel tegen mij, maar ik ben wel bang. Ik zou zeker Full Restore. Ik ben zo'n bang pushje. Ja. Ik weet niet waarom pushje, maar... Dat is het eerste wat in me opkomt. Ik ben blij dat ik gevoel gestoord heb. Waar ik minder blij mee ben... Is dat die Ice Beam heeft. Dit is heel kut. En niet die powder. Oh. Oh, deze oh. Battle mag je overslaan. Wat moet ik doen? Wat moet ik hiermee? Oké, nu baal ik oprecht heel erg dat ik occult kwijt ben. Want dat is de enige die niet weak is tegen... Oh nee, Berg is ook niet weak tegen Ice. Die kan ook Steel en Water wel tanken. Denk ik. Ik ga het gewoon proberen. Ah, de spa... Dat vergeet ik. Maar not very effective, oké. Okay. Maar ja, ik heb niks om tegen hem te doen, bedenk me nu. Dus, leuk en alles. Ja, ik heb Rock Slide, maar... Rock Slide tegen een water Pokémon? Ja, dat is ook kut. En de 60%. Ik kan, maar dat is heel risky. Dan moet ik geen crit krijgen. Surf. Dat step. Dit was heel dom. Dit was heel dom. En ik ben rock ook. Ik was vergeten dat ik ook rock type was. En dat het step was. Ik ben eerst als het health. Ja. Yeah. Al, ja, die mogelijkheid heb je niet. Ik wou net zeggen van, zou je een keer psychic willen proberen, maar... Dat heeft nu geen zin, man. Ja. Ik denk dat dit over is.
over en uit. Gefeliciteerd. Het is nog niet klaar, Sander. Mm. Hij doet meer dan de helft. Dus. Als ik toch niet frozen ben. Hij doet ook steeds meer voor mijn gevoel. Nou ja, niet alleen voor mijn gevoel, hij doet letterlijk steeds meer. Dit is heel naar. Ja, maar dat resist ook. Ik kan heel puls doen. Maar dan kan ik net zo goed een healing item. Ja, ik moet. Ik wil David. Ja. Nee. Ja, dat was wel te verwachten. Als hij een low roll heeft, dan leef ik. Maar dat zal niet. Nee. It's over. Nou, hij was wel eerst geweest, maar dat doet ook geen fuck. Hydro Cannon neer. Ja. Acrobatics resist ook, want hij is steel. En steel resist alles. Oh! Oh, hij moet rechargen. Oh ja, hij heeft de full sword, of course. Ik had nog eventjes de hoop dat ik een kans had, maar nee. Nee, dit wordt een lastig verhaal, Sander. Ja. Ah, ik kan de flinch-tactiek doen. Ah, avoid it. Ja, al kom ik door deze Empoleon heen, dan... Nee. Je won it KO ook, hè? Tegen een fucking Crobat. Ik was wel even hoog level, maar ja. Oeh, intimidate. Nee, dat maakt me nog zoveel uit. Sorry dat ik zo salty ben, maar... Nee, ik snap het wel, Sander. Je had natuurlijk al eerst zo'n kutte fight en nu weer. Ja. Hey, hij is dood. Ja, maar ja, wat ga ik met een fucking tsunami doen. Nou, deze is nog... Oh, nee, doe... Misklik ik ook nog. Doei. Uh-oh. Ja. Ja, dat was hem. Maar sowieso, waarschijnlijk, die Genesect had ik niet met een Masquerade kunnen verslaan. Nee, ik ga geen Mythical met een fucking Bug-type kunnen verslaan. Nee, die kans lijkt me ook inderdaad dus, zeer klein. Het, zeg maar, kut dat het gebeurt, maar ik vraag me ook af of de Bubble Beam een Aggron had kunnen KO'en van een Masquerade. Misschien als het een Bubble Beam is van een normale Pokémon en geen Bug Pokémon, dan oké. Okay, dan maar, misschien, ja. Yeah. Maar Bubble Beam is sowieso ook niet zo heel goed. Nee. Gefeliciteerd, Milan. Dankjewel, het voelt niet echt als winnen eigenlijk. Maar goed. Sander, eerlijk is eerlijk, dit is denk ik wel... Six on six doen, gewoon puur voor de lol. Wat? Ik zei, wil je nog een 6-on-6 doen, puur voor de lol? Nah, deze aflevering duurt al zo lang. Never mind. Ik wil wel zeggen, ik denk dat dit wel qua Pokémon-serie jouw beste Pokémon-serie is geweest die we samen hebben gedaan. Mm. Ja, dat... Je hebt eigenlijk de hele tijd voorgestaan. Ja, dat is waar. En nu gewoon omdat de type matchup gewoon echt super kut was, dat je hem niet hebt gehaald. Had ik iets in mijn team kunnen doen? Ja, die Shuppet misschien. Of die Benet. Ja, die Azumarill denk ik.
Of die Azumarill. Die Azumarill, die... ja, nu had jij ook wel iets tegen Drayden, hoor. Alleen die Azumarill, die killde heel Drayden voor mij. Ik denk dat ik met... Ja, Ghost is natuurlijk ook not very, of super effective tegen Ghost. Dus al had ik hem, dan was hij waarschijnlijk dood gegaan. Ook dood gegaan tegen Frostless. Ja. Het enige ding is dat hij voor een cage match heeft hij wel leuke moves met Dizzy Punch, Sugar Punch en Hypnosis. Maar ik had ook een Citrus Berry. Citrus Berry was wel de berry die ik zocht trouwens. Ja. En ik had expres één bewaard voor de final fight. Ik zag het al. Ja, ik had het al gezien. Maar weet je wat wel zo is? Ik denk dat de Masquerain dat de zwakste schakel uit je team was. Want daar kan je eigenlijk helemaal niks mee. En ook omdat je ook al een bug had. Dus je had al twee bugs. Ja, fair point. Ja, die had best wel weggepunt. Ja, misschien die dat ik... had gedaan. En je had ook twee flying. Dus eigenlijk was het dubbel dupe. Ik denk dat je daar echt nog wel... Dan had een Azumarill of misschien zelfs de Oddish... had misschien nog wel een betere keuze geweest. Of de Bennett zelfs. De Bennett, dus denk ik vooral, want die had niet veel kunnen helpen. Ik denk dat die laatste... En Pelipper trouwens ook, is ook best een goede Pelipper Pokemon. Pelipper had me ook nog wel kunnen helpen. Alleen, die was gewoon... Kijk, als we kijken naar Mr. Empoleon... Ja, dan had ik echt Oddish mee moeten nemen. Ja, en buiten dat, ik denk ook dat jij heel erg pech hebt gehad. En die is ook poison trouwens. Ja, precies. En ik denk dat je ook veel pech hebt gehad met de stats van je Azumarill. Want als Azumarill gewoon huge power heeft met een goede nature, dan is hij fucking goed. Ja, fair point. Ja. Wat vond je van de Romek verder? Kijk, ik denk voor een cage match is het gewoon kut, want... Hij is wat moeilijker, wat op zich leuk is. Maar als je dan ook nog Nuzlocke en Cage Match doet, zeg maar. Ik denk dat dit iets beter geleend had voor een Soul Link misschien. En niet zozeer voor een Cage Match, omdat die gewoon al wat moeilijker is. En Soul Link is natuurlijk ook wel moeilijk. Maar je bent wel met elkaar en je gaat niet dood na. Je gaat geen Pokémon def krijgen na een gym. Wat hele goede mons had kunnen. Als ik hem had gehad. Ja. En ik had die Megastone erop gehad. Was het wel echt. Dat had wel verschil gemaakt, ja. Ja. Hé, er is nog een Sun and Moon versie. Wil je die ook met mij doen? Zeker. Nice. Dan komt er ergens in de toekomst ook nog een serie met Sander van die game. Bedankt voor het kijken van deze serie. Ik vond het superleuk. Volgende week een nieuwe serie. Adios, amigos.